Zoals deze. Collega Marion Drees is zojuist in elkaar geslagen. Van Kamphuis mag ik er niet achteraan. Kan ik misschien een jas? Heel graag. Oh, supergezellig dat jullie er zijn. Ja. Nou. Nou, dan weet je ook eens hoe jij je voelt. Nou, ben je nog bij me? Allemaal gemaakt voor de lockdown. De productie van de nieuwe series en films ligt nog steeds stil. Zeker in Nederland. En het is maar de vraag wanneer die weer op gang komt. Bij ons aan tafel Antoinette Beumen, regisseur van films als Soof en De Gelukkige Huisvrouw. En ook Jon Karthuis, regisseur van de film Opgepaste Afstand. De eerste Nederlandse speelfilm volgens de RIVM-regels met Noortje Herlaar in de hoofdrol. Ja, Noortje. Op zich wel leuk om dan weer te gaan acteren, toch? Ja. Terwijl je collega's thuis zitten, zat jij nog wel in een film. Ja, dat was heel leuk. Ja, ik zat natuurlijk ook al weken thuis. En toen kwam dit, vond ik, hele sympathieke idee. Om eigenlijk ook een soort markering van deze tijd te maken in een korte film. En dat is wel heel goed gelukt. En daar was ik blij mee om daarbij betrokken te zijn. Ik hoop dat we hier later op kunnen terugkijken. En dat we dan dit zo filmpje kunnen toen zien. En zo was het. En zo voelde het. Dus jullie moesten je natuurlijk houden aan de RIVM-richtlijnen. Wat hield dat in de praktijk in voor jullie? Nou, het fijne was dat het scenario is helemaal geschreven op gepaste afstand. Dus het is eigenlijk een boy meets girl verhaal. En zij blijven dus constant op die 1,5 meter afstand. Dus qua acteren was er verder niet heel veel uitdaging. Maar qua regisseren... Qua regisseur. Ja, hoe krijg je iets romantisch zonder dat je daar de kus aan het einde mag vertonen? Dat was steeds de zoektocht om dat spannend te krijgen. Maar dat is wel gelukt. Het kan wel. Was het lastig werken voor jou als regisseur? Zeker. We hebben wel van tevoren... Het heeft veel meer huiswerk gevergd. Dus we hebben ook een protocol opgesteld en met GGD en RIVM gepraat. En waar je voornamelijk tegenaan loopt, is dat je niet meer langs elkaar heen kan werken wat je als filmmaker zo onwijs gewend bent. Dat het geluidsteam en het lichtteam loopt allemaal naadloos langs elkaar. En nu moest iedereen om de beurt netjes zijn dingetje doen en weer van de set af en weer erin en eruit. En dat, ja, het vergt gewoon veel meer tijd. Ja, er is een making-of gemaakt. Daarin is te zien dat er nog wat komt kijken bij het maken van een film op deze manier. Klopt, ja. Just in time, Zala. Iedereen heeft een bepaalde ring waarin ze werken. En ring 1 is dus echt essentiële crew. Dus de cameraman, geluidsman, regisseur. En ring 2 is echt meer omstanders. Dat die ook wegblijven van set. En iedereen de veiligheid van 1,5 meter kan waarborgen. Normaal gesproken werkt iedereen langs elkaar heen. En nu moet je dus heel erg kiezen. Eerst het art department, die bouwt echt de set. Dan moeten die eruit. Dan gaat het licht bouwen. Dan moeten die eruit. Dan kan ik er met de acteurs in. Dus... Je bent misschien wel 3 keer zo lang bezig met voorbereiden, opbouwen en dingen. Ik denk dat Jon en team echt wel pioniers zijn, meer dan cowboys. Cowboys die doen nog wel eens roekeloos. En ik heb hier vandaag niks roekeloos op de set gemerkt. Ja. Jon, kan het op deze manier films maken? We hebben het op deze manier 1 keer gedaan, maar langer termijn kan dit niet. Nee. De series die bij Videoland te zien zijn, die kunnen we niet op deze manier op binnen de budgetten die we gewend zijn maken. Nee. En dus, Antoinette Beumer, heb jij meegewerkt aan een protocol? Ja. Hoe zou dat eruit moeten zien? Hoe zou het wel kunnen? Kijk, achter de camera kan het al. Hè? Dat wat zij hebben gedaan, dat kunnen we nu allemaal al zo doen. Maar het probleem zit voor de camera. En dat is dat de acteurs op dit moment ook op 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven. En in een film waar dat, omdat het ook opgepaste afstand heet en het gaat erover, dan kan dat. Maar we willen natuurlijk nu juist eigenlijk niet de hele tijd dit soort films zien. Hoewel het een hele mooie film is en het ook echt een heel mooi tijdsdocument is. Denk ik dat we vooral films willen maken en televisieseries willen maken waar we mensen weer elkaar zien aanraken. Dus wat is dan jouw oplossing? Nou, de oplossing op dit moment is dat als acteurs als contactberoep worden gezien. Net als kappers, bijvoorbeeld? Net als kappers en schoonheidsspecialisten. Kappers hoeven niet eens mondkapjes voor. Maar op dit moment mogen de acteurs niet dichter bij elkaar komen dan 1,5 meter. Dus als ze op dichter dan 1,5 meter bij elkaar kunnen komen omdat ze contactberoep zijn, dan hebben we een hele stap gezet. Dan zouden ze preventief getest moeten worden, als er genoeg testen voor voorradig zijn natuurlijk. Ja, nou, vanaf 1 juni kan iedereen zich laten testen in Nederland. Ja, dat is van vandaag. Als je klachten hebt, begrijp ik. Maar ze zijn niet zo streng meer. En hoe vaak zou je dan moeten testen?
Stel je voor, je gaat de film Barry, opnemen. Atma nu in Duitsland om de 3 dagen dat is jouw getest man. Wordt. Dat is mijn man. Ja. En die is in Duitsland gewoon aan het acteren nu? Ja. Ja, hij is 2 dagen geleden vertrokken en heeft vandaag zijn 2e draaidag. En hij wordt inderdaad om de 3 dagen getest. En dan spelen ze ook meteen de intiemere scènes op die dagen. En op de andere dagen spelen ze eigenlijk alle scènes waarop ze dus die 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Want als je getest bent, gaan ze ervan uit, hoewel het nooit helemaal zeker is, je bent nu niet besmettelijk, dus dan kan je intieme snel scènes zoenen. Nou ja, juist, je gaat dan plannen rondom die dagen dat je getest bent. Maar ja, er zijn meer dingen. Het gaat er ook om, dat zegt John ook al in dat filmpje, je bent dus 3 keer langer bezig. Dus dat betekent, er is een percentage berekend van ongeveer 25% dat het meer kost om een film of een serie te maken. Nou, wie gaat dat betalen? Dat is een grote vraag. Ja, wie gaat dat betalen? Want wie zou dat moeten betalen? Nou ja. Mijn persoonlijke mening, ik ben filmmaker, maar ik ben ook hoofddrama bij Videoland. En ik vind dat dit is een verantwoordelijkheid van iedereen in de AV-industrie. Wij kunnen niet naar één iemand wijzen. Nou, ten eerste hebben we hulp nodig van de overheid om te starten. Want nu kan er bijvoorbeeld ook niet verzekerd worden. Dus want verzekeraars hebben pandemie uitgesloten. Dus er moet een garantiefonds komen. Als dat garantiefonds er is en er wordt 10 miljoen ingestort, en dan kunnen we vanaf daar kunnen we gewoon zeggen, alle producties kunnen een deel van hun productiegeld daarin stoppen en zijn ze verzekerd. En dan kunnen ze, als er iets misgaat, kunnen ze dat eruit halen. Nou, dat is een eerste stuk geld wat er vanuit de overheid moet komen. Maar dan denk ik dat we dat daarna echt zelf kunnen dragen. Die 25% is een ander verhaal. Dat kunnen we niet met z'n allen, of tenminste, dat kan niet één iemand dragen. Maar dat kunnen we wel echt als AV-industrie, als we dat echt elkaar gaan opzoeken in hoe kunnen we dat met elkaar oplossen. Dan hoeft het niet zo te zijn dat alleen een producent ervoor staat. Of dat alleen de omroep dat moet doen. Want wie kan beslissen dat het een contactberoep wordt? Is dat de overheid? Moet mevrouw Keijzer dat gewoon even regelen? Graag, maar het ligt bij het Outbreak Management Team. Het OMT, vraag. Ja. 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 En dat is vooralsnog afgewezen. Oké. Okay. Ja. Nou, kijk, weet je, het is wat deze crisis ons in ieder geval leert, is hoe ongelooflijk divers allerlei verschillende sectoren zijn. En AV, audiovisueel, denk ik dat u bedoelt. Ja, dat is natuurlijk daar ook een heel belangrijk onderdeel van. Als je nu kijkt wat we allemaal aan het doen zijn als kabinet, ook in de culturele sector, is dat best aanzienlijk. Een deel daarvan valt bijvoorbeeld onder de tegemoetkoming vaste lasten. De TOG, zoals die hier eerst heet. Ja, dan komen we helemaal in de techniek. Dat wil ik niet mee zeggen. Er zijn wel maar weet je, potjes. Er wordt af en toe net. Ik lees af en toe van, er zijn geen maatregelen genomen voor de cultuur. Ja, het kan altijd meer. Maar er is zeker zicht op. U zegt, we hebben wel degelijk stappen gezet. Ja, Noortje, maar het gaat niet alleen om één toevoeging. Als je kijkt naar de pakket noodpakket 2.0... Ja. Daar zie je ook nog een staan dat voor die sectoren die tot 1 september dicht moeten of daarna, zoals podia en theaters, ook culturele sector, gaan we als kabinet kijken hoe kun je daar ondersteunen, hoe kun je gaan experimenteren. Wordt en ik vind dit ook echt een vraag die misschien nu niet direct beantwoord kon worden, maar waar we ook naar moeten gaan kijken. Mag ik alsjeblieft 1 ding daarop zeggen? 1 ding? Kijk, ja, nee, 1 ding. Want het is namelijk niet nu direct voelbaar dat we allemaal stil liggen. Maar aan het einde van het jaar gaan we het zien. Gaan we dit echt zien. Ja, en volgend jaar gaan we het helemaal zien. En dan, of juist niet. We zien niks meer dan. Nee, we zien niks meer. Iedereen wil zo graag gewoon naar de televisie kijken en series kijken en films zeker kijken. Deze, en er is zeker verliezen. Noortje? Prachtige producties, absoluut. En er is denk ik eigenlijk al heel veel mogelijk als dat contactberoep wordt toegestaan. En jij met dan Barry, kunnen we eigenlijk. Jij met Barry kan gewoon alles doen. Ja. Ja, maar wij hebben ook kinderen, dus dat is wel lastig. En dat gewoon alleen maar films hebben met Barry en met Noortje. Ja, zoiets. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Ik denk niet dat iedereen daar blijft. Ik denk ook dat de filmsector als filmmaker is eigenlijk bestaat ons werk uit 90% van de tijd problemen oplossen of tegen dingen aanlopen die je niet had aanzien komen. Of, weet je, en dat, ik heb het gevoel dat ook deze hele crisis, dat wij als filmsector daar ook echt best wel een heel solide partij in zijn om daar echt die bereidheid is zo groot om het met elkaar te doen. Dat is, want het is best wel een industrie. Ja, maar jullie stem is gehoord. Allemaal. Ja, zeker. Jullie stem is gehoord. Nee, we gaan echt afronden. Dit soort vragen. Mensen van het journaal worden heel boos op ons. De mensen van het journaal worden heel boos op ons. De film Op gepaste afstand met Noortje is gratis te zien via de site van Pathé Thuis. Allemaal kijken. Dit was op 1. Oh, ik ga jouw tekst doen, maar dat gebeurt soms. Morgen zitten hier Jeroen en Fidan, die wisselen soms ook wel eens. Tot morgen. Bedankt al onze gasten. Tot morgen. Fijne avond.